Het was een drukke oudjaarsnacht met vele tientallen kleine incidenten en een grote brand in Nijmegenland. De indruk van burgemeester Bruls was dat er in zeker 3 à 4 gevallen sprake is geweest van brandstichting. Bruls was na de brand boven de Jan Lindersche Lent zelf ook aanwezig om de bewoners een hart onder de riem te steken. Het was natuurlijk een zeer ernstige brand. Ik ben er zelf nog geweest. En dan besef je hoe snel het kan gaan. En ja, hoeveel geluk we ook weer gehad hebben. Maar ik maak me toch wel voor zorgen dat mensen echt bewust brand stichten. Dat is nog iets anders dan dat je per ongeluk een vuurpijl ergens laat komen. En dat toont ook aan dat we met vuurwerk niet moeten spelen. Ja, ik ben er vooral geweest. Toen was gelukkig iedereen heel uit in de sterren. Hè, het wijkcentrum daaronder gebracht. Dus ik heb ze natuurlijk een hart onder de riem gestoken. En ja, je merkt mensen zijn natuurlijk heel erg geschrokken, maar na 1 of 2 uur dan kalmeert er wat en dan worden er ook weer grappen gemaakt. Hè. Of ik voor de champagne kan gaan zorgen en zo, nou ja, dan weet ik, dan zijn we weer op de goede weg. Maar het blijft natuurlijk een hele trieste en uiterst risicovolle aangelegenheid waar we gelukkig aan de goede kant zijn gebleven. De burgemeester legt ook uit waarom een vuurwerkvrije zone niet toepasbaar is in Nijmegen. Ik ben er wel een voorstander van, maar dat wil niet zeggen dat je ze gelijk gaat toepassen. Want dan moet je ook incidenten hebben waar ze toe verleed. Kijk, jongen, waar gaan de meeste klachten over? Over de overlast, het geluidsoverlast. Ja, daar kan ik heel moeilijk in de vuurwerkvrije zone op toepassen. Bovendien, als die overlast op vrijdag is geweest, dat heeft geen effect. Want die zone geldt natuurlijk in principe vanaf 6 uur oudjaarsavond. Maar we zullen voor het komend jaar ook die maatregelen er weer bij nemen. Alle maatregelen worden elk jaar weer bekeken.